Het gaat weer erg goed met Staatsolie. Dat zegt directeur Rudolf Elias naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het bedrijf. Volgens hem staat het bedrijf nu voor een paar interessante gebeurtenissen. Eén daarvan is de mogelijkheid dat het bedrijf binnenkort olie zal vinden. Het is volgens Elias bekend dat Guyana aan de lopende band olie vindt. Aan de hand van gesprekken met verschillende partners waarmee samen naar olie wordt gezocht op zee, kan gesteld worden dat wij heel dichtbij zijn, zegt de staatsoliedirecteur. En je merkt het gewoon aan de interesse die er is voor het Guyana-bekken. Dus ik zeg, we staan gewoon voor een hele interessante periode. En dat is natuurlijk erg goed nieuws. Het is goed nieuws voor staatsolie. Maar dat zou ook natuurlijk fantastisch nieuws zijn voor Suriname. Ja. Waar ik nu over praat zijn de exploraties offshore. Mm-hmm. Dat zijn de exploraties die gedaan worden met de grote oliemaatschappijen. Een van de heugelijke dingen is dat het bedrijf wat olie gevonden heeft in Guyana, Exxon, die heeft dat samen gedaan met HES. Die hebben ingeschreven hier in een blok offshore. En daar gaan we het contract mee tekenen op 13 juli. Zo. Dat is erg leuk nieuws. Ja. En Tullo, die gaat samen met Statoil en Noble, die gaan in 1 oktober dit jaar weer een put boren voor de kust. Dus dat is ook erg interessant. En daar kijkt eigenlijk ook de hele wereld naar mee. Ja. Elias zegt verder dat er veel interesse van buitenlandse maatschappijen bestaat voor ons offshore gebied. In september is er een open bid round hiervoor. Het is ook goed nieuws dat Staatsolie het boekjaar 2016 met een bruto winst van $13 miljoen heeft afgesloten. Dit ondanks dat het afgelopen jaar een van de moeilijkste was in de 36-jarige geschiedenis van het bedrijf. Elias zegt dat het een moeilijk jaar was vanwege onder andere de zeer lage olieprijs. Begin 2016 was de olieprijs zo laag dat hij in principe lager was als het geld, hij was in principe zo laag dat onze productiekosten hoger waren als het geld dat we kregen voor de olie. Dat was natuurlijk, en het was niet in de beste periode voor staatsolie. Mm-hmm. Dat hebben we wel eerder gehad. Op het moment dat je zoiets krijgt, ben je er ook direct weer bewust van waarom we zo kostenbewust moeten werken en waarom we ervoor moeten zorgen dat we echt de laagste kostenproducent zijn van de regio, zodat we altijd competitief blijven. Het was niet alleen dat die prijs zo laag was, maar aan de andere kant hadden we ook dat onze raffinaderij nog met een hoop kinderziektes in het begin van 2016 zat en dat die steeds uitviel. We produceerden nog geen goud, maar we moesten wel betalen voor de ontwikkeling van het goudproject. En we hadden natuurlijk een torenhoge schuld die gebaseerd was op een olieprijs van $100. En die we moesten terugbetalen, moesten beginnen terug te betalen in 2016. Mm-hmm. Eigenlijk zat alles dus een beetje tegen. Ja. Het eerste half jaar hebben we ook afgesloten met een behoorlijk verlies in 2016. En dat hebben we in principe ingehaald in de tweede helft van 2016. Waardoor we nog net op een bruto winstje konden komen van $13 miljoen. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias, met wie wij in het ATV-programma In Gesprek Met hebben gesproken over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. De herhaling van In Gesprek Met is vanavond om 8 uur op kanaal 12.2.